klinkt ook als echt iets wat past bij Nederland, misschien zelfs bij Europa. Dan gaan er ook stemmen op die zeggen van ja, maar terwijl wij ons daarmee bezighouden, worden we links in Amerika en rechts in China ingehaald door overheden of bedrijven die daar niet zoveel mee hebben en die gewoon heel snel super accurate modellen maken en daarmee sneller innoveren dan wij. Ja, daar is iets van waar natuurlijk. Er zijn nauwelijks constraints in China en ook niet zoveel in Amerika. In Rusland ook niet zoveel. En wij maken het onszelf extra moeilijk door steeds vast te houden aan de Europese verdragen over de rechten van de mens en over fundamentele ethische principes en rechten. En dat betekent dus dat wij dit gevecht moeten aangaan met tenminste één hand op onze rug gebonden. Dus dat heeft wel nadelen. We weten hoe belangrijk die data zijn en die zijn de toegang daartoe en het gebruik daarvan is echt beperkt door die privacywetgeving. Aan de andere kant is het zo dat diezelfde argumenten zijn ook gebruikt toen het ging over duurzaamheidstechnologie. En de zorg voor het milieu. Ja. En toen dacht iedereen ook van, nou, waar zijn die Duitsers toch mee bezig met die clean tech en dat groene gedoe. Ja. En dat is een moeilijk doenerij. En dat gaat ons toch zeker achterop brengen, economisch gezien. Ja. En nu is het toch zo dat de rest van de wereld ook begrepen heeft dat het zo niet langer kan. En dat er misschien iets gehaald kan worden in Duitsland die marktleider zijn op het gebied van clean tech en sustainable and renewable energy. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het model van een soort autocratisch of surveillance society on steroids, zoals we die in China op dit moment zien, dat die niet leidt tot de meest sociaal stabiele constellaties. En dat alle tijden weer tijden hebben en dat er mogelijkerwijs op een gegeven moment, zoals we nu ook in Europa hebben gezien, weer belangstelling is voor privacy respecting technologies. Net zo goed als er dus nu een belangstelling bestaat voor onze duurzaamheidstechnologie, denk ik dat er wel eens een moment zou kunnen komen dat mensen geïnteresseerd raken in AI die explainable is, die verantwoord is, die gebaseerd is op fundamentele morele beginselen en ook aantoonbaar daarop is gebaseerd. We lopen niet achter, we lopen voor. Dat is precies het punt. En dat is ook precies het punt van bijvoorbeeld het Finse ministerie van Economische Zaken. Die heeft gezegd, ethiek is eigenlijk ons competitive advantage. En we kunnen er geen streep doorheen zetten, dat willen we ook helemaal niet. En dat betekent dus dat we ons voordeel ermee moeten doen. We have to embrace our fate.